Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Steen der Wijzen. De laatste keer dat ik jullie verliet, hebben wij een doxie gezien. Hebben wij deze mannetjes verkracht. Wat nog meer, zijn wij genaaid door een kaart, letterlijk. We zijn genaaid door een kaart, kijk de volgende video maar terug. We zijn genaaid door een kaart. En ik dacht dat ik een kaart kreeg en ik kreeg het niet, dus ja. En wij gaan nu verder met de incendio uitdaging. En we hebben 5 sterren. Zoek 1 geheime toverskaart. Hier zit nog 1 geheime toverskaart. Of ik heb hem al. Oh jee, dat vertrouwde ik niet. Oh nee, ik zei dat ik niet vertrouwde. Ik wist dat iedereen wat ging gebeuren. Ja, oké, we hebben het. Ah nee, what the fuck. Ik schoot op dat beest. Kijk maar daar. Ik schoot echt op dat beest. Ik schoot er echt op. Afzetterij hier, jongens. Oké. Okay. Wow, wat een scheisje. Erg jongen, dit is toch een klusje van 11 jaar, hè? Oké, oké, rennen. Dat die planten zo groot kunnen worden. Dan wacht ik tot hij wakker wordt, want hij wordt wakker. Ja. Incendio. Gaan we weer slapen. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een vleeseter een plant die me wil vermoorden. En hier hebben wij een geheimtje. Die maar 1 smekje geeft. Wij beurt weer. Dat is weer zo'n hele gierige draak. Die ik echt 10 keer moet raden eerder dat hij alle smekjes uitkiet. En er zat nog een kikker achter. En een kikker is altijd lekker. Een kikker gaat er altijd voor in. Oké, dan worden we alle planten weer oud. En ik werd verkracht door zo'n plant. Ik werd verkracht door een stekel. Oké, epische deuropening. Oh, en nou kijk, er zat gewoon een kist in een hoekje. Daar zou je toch maar voorbij lopen. En ik was er ook bijna voorbij gelopen. Geloof het of niet. En nog een blok. En nog een Flipendo switch. En nu gaat de poort open. Wie had dat nou gedacht? En hier staat nog een sneaky kist. Staat daar ook nog wat? Nee, die hoek is leeg. Dat valt me dat tegen. En weer 4 smackies voor de winst. En wij staan nu op 221 smekkies, dat gaat lekker. En een chocolate frog, yahoo. En hele grote glow-in-the-dark planten of zoiets in die richting. Ik vind het wel een beetje, ja, ik vind het een beetje creepy. Oké, we gaan hier omhoog. Vol verleiding, we gaan hier omhoog. En geloof me, dit is een lange klim. Dit is een hele lange klim. Naar de top van ik weet niet waar. En ik heb mijn timer weer niet gezet. Dus dat is geweldig. Ik heb mijn timer niet gezet. Oh, wat is dat toch weer fijn. Helemaal als ik zo lang bezig ben met de video. Echt geweldig. Ja, ik denk dat ik ongeveer 2 minuten bezig was. Denk ik zo'n beetje. Misschien 2,5 minuut. En de poort gaat open. Waarom zitten de switches altijd zo moeilijk boven? En hier zit een ster met een kist. En zit er in de kist een kaart? Nee. Ik had gedacht dat er een kaart in zat, maar nee. Niet dus. Niet dus. Verdorie, niet dus. Nou, die hoef je daar niks mee te doen. Je verdooft alleen deze. Incendio. Vanaf hierboven kan je niks kwaad doen. En dan kan je er gewoon meteen langs rennen. Dat vind ik een enge kaba. Incendio, ik kan geen incendio meer horen voor een hele lange tijd. Incendio. Laat ik het daar maar houden. Incendios. Oh, incendio. Dat is niet goed. Incendio. Oh, dat is ook niet goed. Incendio. Oh, ik wou een spreuk als voor op een kikker. Dat moeten we niet doen, Harry. We moeten wel eens kopje erbij houden. Oeh. Incendio. Die planten worden weer snel wakker. Daar hou ik niet zo van. Ik hou er niet zo van als planten snel wakker worden. Oh, kijk eens. Wie had dat gedacht? Er zat een kist daarboven. En deze kaart moet je letterlijk vangen. Oh, ik dacht even dat ik weer ging. Ik zag die kaart niet bedrijven. Kut, ik ben weer genaaid door een kaart. En ik weet niet wat voor apparaat die op zijn hoofd heeft. Maar dat blijft een pedo met een mooi apparaatje. Met een mooi vergroot als op de kop. En dan gaan wij kijken in onze podiummagie wat hem is. En dat is... Elgard Struggle 1703.
tot en met 1798 uitvinder van de zakslijperscoop. Zakslijposcoop. Dat ding daar serieus in je zak? Serieus? Nou, dat is nou ook niet echt op zakformaat, hè? Ik vind dat niet op zakformaat, kut. Oh mijn god, oh mijn god. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Ik word verkracht door een plant. Oh mijn god. Oh, dat was close. En we hebben alle 8 sterren. Dat betekent dat we de uitdaging bijna voltooid hebben. En wij moeten nu alleen nog maar de fontein der wijsheid vullen. En dan opent de deur der doorheid. Ja, de deur uit de openheid is geopend. Ik weet maar god niet wat ik net zei dat ik dat uit mijn strot heb. Ik vind het allemaal knap op de dag. En ik ben klaar met trouwens, Tonkie. Je hebt de uitdaging voltooid. Jo, jee. Je hebt alle uitdagingsterren verzameld. 20 punten voor Gryffindor. Jee, geweldig. Mag ik nu gaan? Oh, dankjewel. Eens laat het is. Ik ben hier toch al een anderhalf uur achter elkaar dingen aan het doen, hè? Aan het opnemen. En mijn keel begint het een beetje te begeven, dus ja. Maar maakt niet uit, ik ga door voor jullie tot het bittere einde. En verder, naar de tyfus en verder. Naar de tyfus en verder. Ik wil leuk uitspraak, naar de tyfus en verder. Ja, helemaal goed. Helemaal goed, jongens. Daar ben je. Heb je een beetje je best gedaan met kruiden? Nee, ik ben zwaar verkracht, man. Ik ben verkracht door een plant. Dat kunnen we het best in mijn huis zien doen. Serieus, man. Maar nu ben je bijna te laat voor je bezemsteeltraining. Oh my god. Ga maar. Hij vraagt, gaat het goed met je kruidenkunde? Nee, ik werd verkracht door een plant. Tuurlijk gaat het dan niet aan. Dat gaat perfect, joh. Als je verkracht wordt door een plant, dat is precies wat je moet weten voor je studie. Dat is precies wat je moet weten voor je verkracht. Hoe word je verkracht door een plant? Dat moet je toch maar zien te weten, ja toch? Anders ga je echt niet over, hoor. Ik vind het ook wel knap. Je zit 7 jaar op deze school. Als je niks doet, ga je over. Dan geef mij ook zo'n school. Moet ik hierheen? Ja, dat gaat wel. Oh, hallo Ronald. Tijd niet gezien, man. Marcel, je ziet er overstuur uit. Wat zou er aan de hand zijn? Ik wil het niet eens weten. Help me alsjeblieft. Wat is het, Marcel? Oh my god. Dus Lubbermans is bij jou komen snotteren? En je wilt dat ik je zijn geliefde geheugensteen teruggeef? Maar op deze geef hem terug. Ik denk hem maar ergens achterlaat, zodat Lubbermans hem kan komen halen. Wat dacht je van... in een boom? Nou, leg hem op het dak van Zwijnstein. Misschien is dat beter. In een boom, dat is zo cliché, man. Krijgen? Kom op dan, Potter. Dat is zo ouderwets als je dat in een boom legt, man. Leg het echt op het dak, op het puntje van Zwijnstein neer. Dat is veel beter. Geef me Marcel's geheugensteen terug, Malfides. Oh mijn god, hij zegt wat. Geef me de geheugensteen terug. Pak me dan als je kan. Volgens mij is dat de enige zin die hij zegt. Beukers. Wat zei die? Beukers? Ik hou niet van beukers, man. Beukers doen pijn. Ah, deze hebben we zo. Echt serieus. Deze hebben we zo, man. Ik denk 2 minuutjes. Oh nee, what the fuck. Ah nee. Ik glitch door weer. Ah, ik ben verkracht. Oké, eerste episode werd ik verkracht door een muur. Nee, de vorige episode werd ik verkracht door een... Oh my god, man. Hij is weg, hij is echt weg, denk ik. Hij is echt weg. Ah, hij wacht op me. Oh, wat attent. De vorige aflevering werd ik verkracht door een plant. Nu werd ik verkracht door een muur. Ja, we hebben hem. Dankjewel. Je hebt mijn bezemsteel beschadigd. Nou ja, ik ben verkracht door een muur. Ja, ik werd fucking verkracht door een muur. Hier, pak aan dat stomme ding. Ik kan er toch niks mee. Oh, Marcel. Ik heb je geheugensteentje. Ik wou hem eigenlijk verstoppen, maar ik denk, ik geef hem maar terug. Je hebt mijn geheugensteen teruggebracht. Dank je, Harry. Hoe weet je dat? Ik kan een Willybrood vinden. Kom hier, Willybrood. Kom terug. Ah ja, hij is de toekomstige held van Zwijnstein. Denk daar maar over na. Ik heb Willy achtergelaten vlakbij kruidenkunde. Daar groeien planten die dol zijn op padden. Oh, eet ze. Sorry. Meneer Potter, ik ben professor Anderling. Assistent schoolhoofd van Zwijnstein en hoofd van Gryffindor. Hoewel ik het niet goedkeur dat je achter Malfides aan zit, moet ik toegeven dat je een uitzonderlijk getalenteerde bezemvlieger bent. Normaal gezien mogen eerstejaars niet meedoen aan zwerkbalwedstrijden.
In jouw geval moeten we maar een uitzondering maken, chips, hè? Harry. Gryffondor's eerste zwerkbalwedstrijd dit jaar vindt later deze middag plaats tegen het formidabele team van Zwadderich. Je mag niet partijdig zijn, je bent godverdomme van Gryffondor en dan zeg je formidabele team van Gryffondor van Zwadderich, zeg je dan. Maar sloeg dat op. Ja, ik was in mijn gesprek met mijn vader, maar waar moet ik nu heen? Volgens mij moest ik naar Hagrid toe. Gok ik op. Iets in die richting. Zal het zo zijn? Zoek naar Hagrid's huis. Zo, serieus? Oh, nou, dit is de route naar Hagrid's huis. Nou, een mooie route, Hagrid. Nou, dames en heren, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze video. En volgende keer gaan wij op zoek naar Hagrid's huisje. Tot dan. Dag.